course I'm done. Yo mensen, fijn dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. En vandaag gaan we een nieuw serie dateje doen. Misschien kennen jullie het wel van andere YouTubers. Maar op deze Call of Duty is het nog niet vaak gedaan geweest. Ik weet eigenlijk zeker dat het nog niet vaak gedaan is. Maar op andere Call of Duty wel. En wat het inhoudt is Drop the Bingo. En Drop the Bingo, je kan het wel misschien een beetje aan de naam weten. Een care package heet je eigenlijk wel een drop. En ja, bingo is natuurlijk bingo, een bingo kaart zeg maar. En dus heb ik gekozen voor Drop the Bingo gewoon. En dat is gewoon dat ik alle streaks uit mijn care package moet halen. Ik doe altijd per aflevering 2 tot 3 TDM potjes. En we moeten daarmee zoveel mogelijk care packages zien te halen. En het is ook belangrijk om al de score streaks uit de care package te halen. Dus ja, joh, heb ik. Hoppa. We moeten wel sowieso de care package halen. Is wel belangrijk. Als ik geen care package haal, dan gaat het ook niet lukken, denk ik. Dat weet ik eigenlijk ook wel zeker dat het niet gaat werken als ik een care package haal. Maar het moet te doen zijn. De care package is niet zoveel punten. Dat is zeker niet lastig om te halen. Maar eerst moet ik sowieso de UAV eerst zien te halen. 50 punten er weer bij. Zo. Thanks. Heb ik de UAV al? Even opwachten. Oké, ik hoor het even safe spelen. Dus we hebben onze eerste care package gehaald. Dus gooi ik hem hier snel even neer. Maar dan moeten we hem ook zien op te pakken. Dus we moeten even niet doodgaan. En zorgen dat hij niet gestolen wordt. Center gun. Oké. We hebben een center gun. Dus dat is de eerste score streak die we uit onze care package hebben gehaald. Oké, daar zit er ook niemand te campen. Dus de center gun moeten we al niet meer halen eigenlijk. Die is al compleet. Ja, dan zetten we gewoon hier die sentry gun neer. Ik vind het prima. Het is de eerste keer dat ik een sentry gun haal, denk ik. Die hebben we nog nooit anders aangezet of gehaald. Dus misschien maakt hij wel wat kills. Een lekker sentry gun. Of 25 punten, kom, maak iemand kills. Iemand moet kills maken. Oké, dan doe ik het zelf wel. Oh, kut. Ga hard. Oké, dat mocht ik niet gezegd hebben. Dat mocht ik echt niet gezegd hebben. Maar we hebben onze tweede care package. Die kunnen we ook momenteel gooien. Oké, ik gooi hem niet buiten de map, gelukkig. Ik dacht even dat ik hem buiten de map ging gooien. Dus care package, kom er maar aan. En ik hoop dat we geen sentry gun krijgen, want dat hoeven we niet meer. Waar komt die drop? Oh, binnen op mijn hoofd. Een hellstorm. Oké, de hellstorm hebben we dus ook gehaald. Dus de hellstorm moeten we ook niet meer halen. Ik ga echt hard. Dat is niet te geloven, joh. En die sturen we daar naartoe. Oh, dit is niet meer verkeerd. Oh. Hele hellstorm verneukt. Zo, jij bent ook dood. Oh, jij bent ook dood. We zijn bijna weer onze care package binnen. We moeten snel gaan, want het potje zit er bijna op. We hebben onze care package gehaald. Maar volgens mij komen er hier vijanden aan. Zo. Hoppa, we schieten hem gewoon daar naartoe. Even counteren snel. Ik hoop dat er nu geen vijand komt. Een sentry gun. Dat ga je niet menen. We hebben nu al 2 sentry guns gekregen. Uit de care package. Dus... ja, die care package stelt eigenlijk niet mee. We hebben een streak al die we al eigenlijk al hebben. Dus ja, we gaan niet verder. We hebben geen nieuwe streak. Dus ja, dat is ook een dubbel item. Maar jullie snappen het ideetje wel. Ik vind het wel een leuk idee. Sowieso, serietjes met care packages vind ik altijd leuk. Want je weet eigenlijk nooit wat je uit de care package kan krijgen.
En dat vind ik juist zo fijn aan de care package. Het is eigenlijk een soort supply drop. Maar ik weet sowieso dat andere mensen het al gedaan hebben op andere Call of Duty's. Maar zowat iedereen heeft alles wel wat gedaan. Dus verder maakt het eigenlijk niet uit. Die Sentry Gun draait 360 graden, zie je. Het is wel lachen dat hij. Ah, kut. Hoe hard gaan we eigenlijk? Ah, 31-4. Ja, echt hard! Ik zit hier wel heel de tijd dom te lullen. Maar we gaan echt hard. Ja, de laatste kerpakjes zit er niet meer in. We hebben 3 kerpakjes gehaald. Dus ik vind het wel prima. Kom dan, kom terug, kom terug. Je mag ook komen. Ah, kut zo. Ja, maak het af, maak het af. Hoeveel? 35-5. Jezus, wat hard. Hij was nog een mini gameplay, playgame ook, hè. Hebben we de killcam? Nee, we hebben helaas de killcam niet. Dus, dit potje mogen we op de bingo kaart de Hellstorm afkruisen. En mogen we de Sentry Gun ook afkruisen. Dus we gaan nog 1 potje erachteraan spelen. Hopelijk halen we ook zoveel care packages. En ja, misschien ook nieuwe items. Dus tot in het tweede potje. Alright boys, we zijn aangekomen in het tweede potje. En ik ga nu de Maddox gebruiken en het is de mop Gridlock. Die zat ook in de beta. Gridlock vind ik wel een redelijk chill mapje. Soms kan die kut zijn. Het hangt er vanaf hoe de enemies eigenlijk spelen. Gaan ze altijd headglitchen, dan wordt het kut. Want deze headglitch is echt ook niet normaal waar ik eigenlijk achter sta. En die vent heeft geluk gehad daar. En ik heb het gevoel dat die terugkwam. En mijn gevoel klopt. Maar mijn gevoel klopt altijd. Ik ga nu wel een ander wapen nemen. Want ik zie al dat ze gaan headglitchen. Dus ga ik even een meer accuraat wapen nemen. Om ze van die headglitch weg te schieten. En ga raak, alsjeblieft, ga raak. Ah, lucky bastard. Daar staat er een, die is dood. Dan zit er daar nog eentje te headglitchen. Ah, kut, sorry, die hebben we niet. We moeten care packages halen, Potjes is vol. Ik heb nog maar iets van 3-4 enemies gezien. Dus ik dacht dat het niet vol zat. En jij bent dood. Best healen eerst. En terug doorgaan. Hoppa. Oh, ik heb echt zoveel mensen geraakt, maar heb ik eigenlijk gewoon niks aan. Want ik kan zo snel hier. Ik heb je ook op mijn neus. Even wachten, enemies. Teammates kunnen jullie misschien even komen. Ik hoor ze. Moet hier weg, ik zit hier helemaal alleen. Ik heb hier geen enkele teammate om me heen. Ah, kut! Ah, camper, joh! Ah, daar kon ik mijn eerste care package halen. We gingen echt naar die eerste care package toe, maar we gaan weer dood natuurlijk. Oh, daar zitten ze allemaal. Ah, kut! Ah, reactive core! Reactive core is sowieso veel sterker dan in de beta. Want wat de reactive core inhoudt, je zet iets op de grond, is voor de firebreak. En dan kan je zeg maar slomer bewegen. En kan je echt voor iets van 20 seconden waarschijnlijk niet healen. En het doet ook nog iets damage, dus dat is sowieso kut. Dus, ah, kijk, daar gaan we weer, daar gaan we weer. Oh my god, kijk, nu kan ik niet healen. Nu, ik ben reactive core. Ik kan niet healen, ik ben 3 HP. Wat wil je dat ik ga doen? Het enige wat ik kan doen is hier even campen. En wachten tot ik kan healen. Kom op, heal alsjeblieft. Oké, okay, thanks, ben geheeld. Ze zijn ook nog eens gecounterd. Sowieso kut. Alsjeblieft, niemand mag me doorhebben. Niemand mag me doorhebben. Niet doorhebben, niet doorhebben, niet doorhebben. Ah! Nee, kut, echt waar! Echt fucking mogol, joh. Oh, daar ging mijn care package weer. Echt waar, het is altijd hetzelfde. Campers, campers, campers. Overal campers. Ik dacht dat daar iemand zat. Hey, daar zit hij ook. Dat doe ik even. Thanks. Zo, dit voor jullie boys. Kut campertjes. Alleen mocht ik niet doodgaan. Dan waren we meteen weer 300 punten voor mij in de pocket.
Oh, alsjeblieft, ga raak. Ja, thanks. Die ging ze. Ah, kak! Kak, kak, kak. Meer naar boven schieten, Ryan. Ik weet het. Meer naar boven schieten. Ik schoot op zijn benen en dat doet sowieso niet veel damage. We gaan hard. We maken veel kills. Maar we moeten die hoge aantal punten halen. We moeten die 500 punten zien te halen. Nu weet ik even niet waar ze spannen. Daar moeten ze spannen. Leek me logisch. Oké, joh, heb ik. Red sniper. Oké, waar zit die van? Kom terug dan. Kom terug dan. Nu. Oké, ik heb hem. Komt er nog. Echt waar. Weer in mijn rug. Hè. Ik word hier echt aan alle kanten genaaid. Ik ga hier gewoon geen care packages halen. Beetje slecht dit. Ja, als de enemies campen en je wordt of in je rug gepakt. Dan gaat het niet echt zo hard. We staan 22-9. Dus. Ja. Ik kan het ook wel in Domination gaan proberen. Care package halen. Maar ik vind Domination sowieso niet echt chill om te gaan spelen. Ik weet niet waarom, maar. Ja, ik vind het niet echt chill om te spelen, Domination. Puur omdat iedereen echt zit te tryharden. Je hebt die 150 HP. En het is sowieso lastig. Objective game gaan spelen. Want iedereen is echt tryhard to the max. Hallo? Oké, die zit alweer te campen natuurlijk. Oh my god, ik had je bijna geturnd. Ik denk niet dat de care package erin zal zitten, jongens. In dit potje. Beetje slecht, ik weet het. Het eerste potje ging hard. Het tweede potje niet. Kan qua map liggen. Kan aan mij liggen. Kan aan de enemies terugleggen. Ah, you never know. Ja, kijk dan. Die vent zit daar echt... Gatsidari te campen, joh. Want er moeten nog 50 kills ook gemaakt worden. Het is 6 kills, een care package ongeveer. In principe kan je het nog halen. Nog genoeg tijd. Maar de vraag is, gaat het eigenlijk echt wel lukken? Nog iets van 8. 13 kills, nog 12 kills moeten gemaakt worden. Oh kut, ja. Oh, ja, nee, dit gaat hem niet worden. Dit gaat hem niet worden. Ik hoop wel dat ik die camper nog even kan killen daar ofzo. Oh, ik gooi die granaat op mezelf, of niet? Ah, echt. Die vent, hè. Die vent zit... Oh my god. Zo hard te campen. Die vent heeft me wel echt al 20.000 keer gekillt. Al mijn dates komen door hem. Al mijn fucking streak verneugen, dat komt door hem. Ah, kut. Wordt het nog eens in de fik gezet ook. Oké, laat dit potje maar voorbij gaan. En ze maken nog een comeback. Ze kunnen nog winnen. Puur omdat ze gewoon aan het campen zijn. Wauw. Sommige enemies kunnen zo erg spelen gewoon. Dat wil je niet weten. Ah, en... Nu ben ik klaar met die vent ook. Nu ben ik klaar met jou ook, vriend. Alsjeblieft, teammate, maak geen kill. Oké, ze maken een kill. Ah, ik wil die camper nog killen. Kut, sorry! 26-17. Ah, kut campers. Echt. Te erg. Ja, die reactive core was ook kut. Maar ja. We hebben geen care package gehaald. Helaas. Maar in het eerste potje hebben we wel 3 care packages gehaald. En het TDM potje op zich wel goed. En ja, we hebben dus de sentry gun die we kunnen afstrepen. En we hebben de hailstorm die we kunnen afspreken. Dus we hebben nog genoeg streaks te halen. Dus vind je zeker leuk, doe zeker een duimpje omhoog. Als je het ook leuk vindt, laat het ook... Laat het dan ook weten via een comment achter te laten van ik vind het leuk. En ik zie jullie de volgende keer weer terug, mensen. Bye bye.